Urk en de SGP zijn al jarenlang met elkaar verbonden. We maken al jaren onderdeel uit van het gemeentebestuur. En ook de afgelopen periode mochten we onderdeel zijn van het college en van de coalitie. We stonden ook toen voor grote uitdagingen. We hebben daar de basis voor mogen leggen. En terugkijkend mogen we met elkaar concluderen dat er veel goeds is gebeurd. Maar dat er ook zaken zijn om lering uit te trekken. Zaken die beter moeten, die beter kunnen. En daarom vragen wij u. Geef ons die kans om die verbeterslag te maken, om lering te trekken vanuit het verleden en Urk verder te helpen. Zodat we hier kunnen blijven werken, wonen en recreëren. Ook voor onze toekomstige generaties, ook voor onze gezinnen. Want de stem op de SGP is vier keer zoveel waard. Dat is een stem op bijbelsgenommerde politiek. Lokaal, provinciaal, nationaal en Europees. Zodat uw belangen overal gediend worden. Stemlijst 4, SGP, een goede raad. Gemeentebelangen is een lokale volkspartij die al meer dan 90 jaar in de urkere politiek vertegenwoordigd is. In al die jaren we, staan we voor betrouwbare, eerlijke en oprechte politiek. We laten al decennia lang zien dat we een betrouwbare en constructieve manier van samenwerken hebben. We hebben een goede lijst met mensen uit alle lagen van onze samenleving, waarop we een zeer goede wethouderskandidaat naar voren hebben geschoven, die goed internationaal kan werken ook in Brussel de weg weet en wij zijn klaar om na jaren in de oppositie te gezeten te hebben nu deel te nemen aan een coalitie met een goede wethouder, want bij gemeentebelangen is jouw belang is ook ons belang en daar staan we al bijna 100 jaar voor als oudste partij van Urk zijn. en we hopen dat we uw vertrouwen, dat we dat van u mogen krijgen voor de komende vier jaar. Dank u wel. Onze verkiezingsslogan is gericht op de toekomst met oog voor het verleden. Daar bedoelen we mee dat er teveel politiek gevoerd wordt in de waan van de dag... ...en de lange termijnvisie voor de ontwikkeling van onze gemeente ontbreekt. Doordat het lange termijn denken ontbreekt, komen we vaak voor problemen te staan... ...die met enig voorschrijdende inzicht misschien wel voorkomen hadden kunnen worden. We moeten daarom meer toekomstgericht gaan denken, maar uiteraard in combinatie... Met een blijvende aandacht voor onze prachtige, unieke cultuur en historie. De afgelopen vier jaar hebben we vanuit een bewezen, stabiele eenmansfractie een stevige, jonge, ambitieuze partij opgebouwd. Met kandidaten die ieder op hun eigen wijze iets kunnen toevoegen als raads- of commissielid. We hopen dat de kiezer ons het vertrouwen geeft om de komende vier jaar met een grotere fractie aan de slag te gaan. Stem ons die coalitie in. Dank